deze nieuwsuitzending. Dat wordt heel erg leuk. En we gaan samen, dus ik en Marco, we gaan de Bijbel lezen. En dat wordt altijd heel erg grappig. Want Marco is niet per se een fan van elke jota in dat boek. Hij is kritisch en daar dank ik hem voor, want het geeft mij weer de gelegenheid om er lekker over te gaan lopen reageren. En hebben wij een discussie, dus maak je borst maar nat. We gaan Matteüs 5 vers 17 doen en ik ben voorbereid samen met Jurre Kliesman, die heeft mij de les geleerd. En nu even het woord aan Marco natuurlijk, want die is hierover begonnen. Het was jouw Bijbeltekst waar jij mee kwam. Ja, het is niet alleen vers 17, het is vers 17 tot en met 19. Ja. He, dus hij zegt aan Mia. Mm-hmm. En wat hij dus eigenlijk zegt, is dat hij niet gekomen is om het de wet of de Tora of het Oude Testament mm-hmm. tegen te spreken. Mm-hmm. En in veel argumenten hoor je vaak van, ja, als je komt met een tekst uit het Oude Testament, waar we eerder ook een discussie over hebben gehad, mm-hmm. Dat mensen zeggen van, ja, maar dat is het Oude Testament, dat geldt niet meer. Mm-hmm. Maar hier staat toch met duidelijke woorden dat het dus die hele wet gewoon nog geldig is. Vervuld is. Vervuld wordt. Hij kwam hier om die wet te... Laten we even het Nederlands... Zal ik... Ja? Mag jij zo dadelijk het Engels doen, ja? Ja. In mijn NBG staat... Meent niet... Kom maar. Dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, punt komma. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Ja. Dus hij vervulde het Oude Testament. En dan heeft hij het, ja, dat kan ik niet echt mijn vinger op leggen zo direct, maar dan heeft hij het waarschijnlijk over de profetieën, dat een heiland zou komen, of hoe noem je dat ook alweer? Een Messias? Een Messias zou komen. En dat is wat hij komt te vervullen. Maar hij zegt later ook dat er geen jota of een titel zal vergaan van de wet. Eerst alles zij geschiet. Ja, ja dat is 18. Ja. Ja. Even in het Engels. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. Dan colon, het dubbele punt. I am not come to destroy, but to fulfill. Fulfill. And the law and the or the prophets, dat wist jij al, dat wist ik trouwens niet, maar Jurk heeft me dat uitgelegd. Dat slaat op, dat is eigenlijk het Oude Testament. Dat is eigenlijk het Oude Testament, ja. Want het is een synoniem, je mag zeggen het Oude Testament of de wet en de profeten. Ja, of zoals de Joden het noemen, de Torah. Zoiets. En Jurk die legde dat uit door, hij haalde aan dat die Joodse mensen in die tijd, die brachten dierenoffers. En dan ging het met name om lammeren. En dan niet een invalide lammetje waar je toch niks aan had met een mank pootje. Nee, een van je allermooiste lammeren, die nam je mee. En die werd op het altaar... En dan smeerden ze ook het bloed van die lammeren. Van dat, zo'n lam. Een offerlam heette dat. Dat smeerden ze op de deurpost. Dat was een bepaald gebruik. Want dan zou er iemand langskomen en die zou weten... Overal waar dat lamsbloed op de deur zit... Die huizen zal ik voorbij gaan. En die andere huizen werden... Nou, dat was het niet zo leuk. Nou, dat heeft te maken met het met de 10 plagen van Egypte. Uh-huh. Een van die 10 plagen is de dood der eerstgeborenen. Uh-huh. En ja, God zou tegen Mozes gezegd hebben van wat alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven, maar zeg tegen je volk dat ze bloed smeren op hun deurposten. En ik zal aan uw huis voorbij gaan, zodat de eerstgeborenen van de Joden het wel overleven. Ja, zoiets. Ja, ik weet het niet precies. Misschien dat Jurk hier nog op, die weet er echt heel veel van. Maar zoiets was het, ja, zonder meer. Ja.
Nee, daar heeft het gewoon... Maar goed, ga verder met het waar je was. Mm-hmm. Dit was even een kleine interruptie om even... Ja, dat is geen streepje. Dit is een hele goede aanvulling. Ja. En wat Jurk zei, van waar het om ging, is dat God in die dagen de mening had dat mensen het zelf maar moesten doen. Het heil zoeken, de vrede vinden en alles. Hè? En dat ging naar zijn mening niet goed. Het was oorlog op oorlog. Hij heeft die Sodom en Gomorra gedaan. Van, nou, dan snappen ze het wel. Van een ouder en die geeft zijn kind gewoon een klap voor zijn hoofd. Van, nou, nooit meer doen. Nou, dat werkte dus niet, want daarna ging het wel lekker door. En na die tijd of voor die tijd heb je dus het zonvloedverhaal. Daar had God er ook helemaal de beu van. En in het nieuwe convenant, het Nieuwe Testament, heeft God besloten, van, nou, als jullie het niet kunnen, dan zal ik het je wel even voordoen. Ik laat mezelf even geboren worden. En dan zal ik dus het Oude Testament laten zien dat het wel degelijk klopt. En je houdt je er maar gewoon aan. En ik ga bloeden aan het kruis. Dan hoef je nooit meer een dierenoffer te brengen. Want je kan dit offer van een mens niet tippen. Dan is het afgelopen met die dingen. Maar het is een vervulling van die oude wet. Ja, maar ik heb een beetje... Ik snap het wel, maar ik heb een beetje moeite mee. Hè, dat een omnipotente God, hè, die alles kan maken, die alles kan doen, ja, dat die van mening verandert. Ik bedoel, als hij werkelijk zo'n perfect en groot wezen was, dan zou die het in één keer goed gedaan hebben. Ja, tenzij die... Kijk, het begint allemaal voor de Big Bang. Daar zijn we het over eens. Ja, er was ooit een begin. Nee, alles wat er is, komt ergens vandaan. Ja, maar ik ben het er niet mee eens dat alles begon voor de Big Bang. Want de Big Bang is het begin van ruimte en tijd. Mm-hmm. En voor het begin van de tijd was er niets. Tenminste, geen tijd. Er is geen tijd voor de tijd. Ja, niets mag je noemen. God heeft er geen enkel probleem mee dat je hem... Nee. Dat je hem niemand noemt of niets. Want hij was er al voordat de tijd begon. Ja, alleen daar geloof ik dus weer niet in. Dat er iemand was voordat de tijd... Nee, ik zeg net niets of dat er niemand... ik zeg net, er was niemand voordat de tijd begon. Er was niets of niemand voordat de tijd begon. Precies. Ja, en dat noemen wij God. Nee. Dat zou jij misschien God kunnen noemen. Ik noem dat God. Ja, okay, precies. Nee, dat is mijn vocabulaire. Ja, ja, oké. Okay. Maar dan moet je dus niet zeggen wij. Nou, er zijn meer mensen die er precies zo over denken, hoor. Ja, maar ik ken er ook een heleboel die er heel anders over denken. Ja, maar ik mag gewoon spreken over wij. Als je een voetbalwedstrijd aangaat, is het gewoon wij tegen zij. Ja, ja. Nou, maar... En wij spreken gewoon daarvan. Het is ook een oud-Joods gebruik om dat niets of niemand, omdat het krijgt dan een naam, wij zeggen dan God, maar die mag je niet zomaar op straat, daar kon je voor gestenigd worden, man. Ja, ik bedoel, blasfemie is in veel landen nog steeds een doodzonde. Ja, nou, dat zeg ik ook altijd, niemand houdt van mij. Maar er zijn... Dan denken mensen dat ik zielig ben, maar ik zeg gewoon dat niemand van mij houdt, daarmee bedoel ik dat God van mij houdt. Maar er zijn genoeg christenen die beweren dat de wereld maar 6000 jaar oud is. Dat God de wereld geschapen heeft in 7 dagen. Mm-hmm. En dat de dinosaurussen en mensen samen op deze wereld hebben rondgelopen. Dus die noemen zichzelf ook christen. Ja, dat maakt mij toch niet uit. Ik ken ook heel veel mensen die noemen zichzelf muziekliefhebber. En dan denk je, oh, een muziekliefhebber. En dan kom je bij ze thuis en dan staat er een partijtje bagger aan cd's. Ja, maar dus hebben we dan wel een hele partij cd's, ook al is het bagger. Dus ze zijn wel ergens liefhebber van. Alleen jij noemt het geen muziek, zij wel. Ja. Ze hebben gewoon een hele dure audio-installatie met de laatste twee gescheiden eindversterkers, je kent het wel. Ja, en dan wat voor platen hebben ze dan? Ja, iets van Mozart. Ja, kom op.
Nou ja, Mozart is toch een hele bekende componist. Heeft mooie Ja. En Madonna is ook heel bekend. Ja. Ja. Maar goed, het noem ik dus niet een lief. Een muziekliefhebber, die is gewoon bereid om tot 1 uur 's nachts te wachten tot die band uit Litouwen, waar die een fan van is, en die was verlaat en hij blijft gewoon wachten, want hij wil die muziek horen. Kijk, dat is een muziekliefhebber. Ja, en die moet er maar om 3 uur 's nachts een taxi bellen naar Westervoort. Maakt hem niet uit, hij wilde die band horen. Maar iemand die veel klassieke muziek in zijn collectie heeft. En daar gewoon elke keer weer een 15 euro voor zo'n cd'tje neerlegt. Dat noem ik ook een muziekliefhebber. Ja, ligt er een beetje aan wat van klassieke muziek. Als je alleen maar Frans Lehár luistert, dan is het een liefhebber van Frans Lehár. Ja, zou ik ook zeggen. Als muziekliefhebber moet je er minimaal de Goldberg-variaties van Bach. Die moet je wel kennen. Dat je er een beetje op mee kan swingen. Ik vind dat eigenlijk de grassroot van de popmuziek. Dat zijn personen, daar moet je wel een mening over. Satie bijvoorbeeld vind ik ook erg mooi. Ja, kan heel mooi zijn. Stravinsky met de vuurvogel. Ja. Een mooi stuk. Ja, ik ben een muziekliefhebber. Ik luister ook naar punk. Ja. Ik wil maar zeggen dat iemand die zich een muziekliefhebber noemt, is niet per se een muziekliefhebber. Je hebt er heel veel mensen die zijn er en die vinden het gezellig om zichzelf muziekliefhebber te kunnen noemen. Want dan kunnen ze met andere muziekliefhebbers praatjes houden of zo. Dan gaan ze barbecuen. Dan zijn ze bij een club. Ja. Ja, en zo zullen er ook mensen zijn die zeggen, ja, ik ben christen. Want dan kan ik ook zo'n christenman een keer vragen van, kan je een plank op komen hangen? Ja, ik denk een sociaal netwerk of zo. Ik denk dat ook dat het enige voordeel is van aansluiten bij een religieuze groep. Is dat het een religieuze groep is. En dat je daardoor dus in een gemeenschap wordt opgenomen. Waarbij mensen die hetzelfde geloven als jij, als dat werkelijk zo is. Maar die dan tenminste komen helpen om baatzuchtig. Ja. Maar ik vind, je kunt ook lid worden van... gewoon een sociale club, laten we zeggen, een vriendenclub waar dat gebeurt. Hè? Ik bedoel, als mij iets overkomt, zijn er ook mensen die voor me klaarstaan. En dat zijn niet per se mensen die gelovig zijn. Hè? Die dus niet horen tot een religieuze organisatie. Mm-hmm. Of misschien zelfs horen tot een religieuze organisatie, maar dan hoor ik niet tot een religieuze organisatie. Kijk, ik zeg niet dat alle dingen aan religie verkeerd zijn. Ik zeg alleen dat in het hart van alle dingen, mm-hmm. religies, en dan zeg ik dat even in meervoud, in principe allemaal niet kunnen kloppen. En dat heeft te maken met dat zelfs binnen het christendom, in Amerika alleen zijn er meer dan 20.000 verschillende congregaties. 20.000 verschillende stromingen van christendom. Die elkaar allemaal ongelijk geven. Op dit punt, of op dat punt, of op dat punt zus, of punt zo. Dus ze kunnen niet allemaal gelijk hebben. En ik zeg van, als ze niet allemaal gelijk hebben, dan hebben ze eigenlijk volgens mij geen van allen gelijk. En heb ik nu even over het christendom. Maar dat geldt evengoed voor het hindoeïsme. Dat geldt ook voor de islam. En dat geldt in mindere mate misschien, maar het geldt ook voor het boeddhisme. En waarom zeg ik in mindere mate? Omdat veel boeddhisten maken de fout de Boeddha te vereren als een god. Klopt. Terwijl die dat nooit gewild heeft. Klopt. Heel goed. Interpreteer ik je op een goede manier. Ja, dat is echt waar, mensen. Toen de Taliban die Boeddha-beelden in Irak of zo, of in Afghanistan, een flarden hebben geschoten, daar zou Boeddha om hebben moeten grinniken. Ja, maar gaan we weer verder. Ja, daar zou hij zelf geen moeite mee hebben gehad. Nee. Dat is absoluut feit. Maar we zijn wel weer een beetje aan het afdwalen, maar daar zijn we goed in. Het is allemaal erg belangrijk dat we bij die dingen stilstaan. Ja. Maar waar het om gaat, even om die terugkeren naar het punt. En dan gaan we naar vers 18. Hij is niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En dat had er dus alles mee te maken dat volgens het verhaal dan, wat in mijn boek staat.
God had er helemaal beu van. En die zei, ik ga het zelf even voordoen wat ik van jullie verlang. En toen kregen we dus Christus Jezus. Die heeft 33 jaar geleverd, mag je ook zeggen. En heeft hij zichzelf geofferd. Want wat voor idioterie is het om een dier te offeren? Als het toch niet helpt. En als het helpt, was een ander verhaal geweest. Maar het hielp niet. Dus heeft God zichzelf in een mens verplaatst. En hij heeft zichzelf geofferd. Hij is zelf gaan bloeden. En nu is het afgelopen. En waar is daar de zin van? Om een mens te offeren? Hij offerde zichzelf. Hij was het lam God. Het lam Gods. Gods. Dus God incarneert op aarde. Als een lam. Om geofferd te worden. Ja. Ja, ja. En waarom zijn die offers nodig? Omdat wij mensen zo dom zijn. Kijk, vroeger deden wij die offers omdat we dachten, dan doen we een bepaalde handeling en dan zijn we van de schulden af. En dat met die aflaten later in de katholieke kerk. Of dat je, ja, je hebt de buurvrouw, heb je lalalala gedaan en je vrouw vindt het echt niet goed. Maar dan denk je, nou weet je wat, ze wilde altijd al graag een nieuwe bank, die ga ik nu voor haar regelen. En die vrouw helemaal blij met die nieuwe bank, dan denk je, oké, ik heb gerommeld met de buurvrouw, maar ik ben er vanaf. Want ze heeft een nieuwe bank. Dat is een offer brengen. Ja, daar moeten mensen mee stoppen. Dus God heeft zichzelf geofferd. Ja, maar dat offer, dat was om, hoe noemen we dat in het Nederlands? In het Engels heet het die original sin. Het feit dat mensen van de boom der kennis daar de vruchten van gegeten hebben. Mm-hmm. Dat is de, hoe noemen we dat in het Nederlands dan? Inderdaad. De erfzonde? De erfzonde. Daarvoor is dat hele offer. Omdat dat zijn dan van die erfzonde af. Maar ik vind het sowieso gek. Hè, dat een figuur die de wereld geschapen heeft een boom plaatst in het paradijs. En tegen die mensen die er zitten, van wat nog kinderen zijn. Hè, want ze weten van niks. Ze zeggen van daar mag je niet aan zitten. Nou zeg een kind dat hij ergens niet aan mag zitten en dan gaat hij het doen. Ja, juist, al was het alleen maar om uit te proberen van hoe erg is dat als ik dat doe. Nou, vervolgens doen ze dat. Vervloekt die persoon die boom in die tuin geplaatst heeft waar die mensen woonden. Ja, die heeft gezegd dat ze er niet aan mochten zitten. Heeft vervolgens het hele menselijke ras vervloekt. En gezegd van, deze zonde zullen jullie generatie op generatie meedragen. En dan komt hij zelf terug om zichzelf op te offeren. Om ik vind het een beetje een raar verhaaltje hoor. Ik bedoel, hè? Ik bedoel dat voor mij treft dat geen enkele logica. Tenzij je natuurlijk zegt dat die God niet perfect is. En dan kan die ook iets maken waarvan die later zegt van, ik was er toch niet helemaal zo tevreden over. Dat heb ik ook wel eens als ik met kunst bezig ben, dat ik iets maak. Ah. Waarvan ik denk van, het leek me een goed idee, ik was er heel goed mee bezig. Aha. Maar ik ben er uiteindelijk toch niet zo tevreden mee. Daar heb ik een vraag aan jou. Ja? Vroeger was het in Nederland gebruikelijk om een aquarium te hebben in je huis. Mijn opa had er een, hè? Ja, daar heb ik thuis ook een gehad. Ja. Ja, en dan tegenwoordig in die digitale tijd, dan kan je dus een aquarium hebben in je huis. Oh, een Tamagotchi heet dat. Oh. Dat is gewoon een computer. En dan kan je op knopjes drukken. En dan kan je precies bepalen wat die visjes gaan doen. En dan hebben ze zelf, er zit een beetje chaos gedachte in met een random generator. Maar als jij zegt allemaal naar boven, dan druk je op een knopje en dan gaan ze allemaal naar boven. Maar dat is allemaal digitaal, hè? Of, ja, nu mag jij, ja, ze kosten een echt aquarium, dat kost je tig. Want dan moet je visvoer kopen en een bak water erin. Je moet het schoonmaken. Ik heb mijn opa zo vaak dat water filter en het stinkt, jongen, als de hel. Ja. Want die vissen die schijten allemaal, jongen. Ja, of je neemt een digitale bak en dan bepaal jij wat die vissen doen. Wat zou jij het leukste vinden?
Ik denk dat ik toch uiteindelijk voor de laatste optie kies. Oh, lekker digitaal. Lekker digitaal, weet je waarom? Dat scheelt inderdaad namelijk zo'n pens met werk aan strontruimen met je neus boven een bak hangen die stinkt. En, dat zie ik dan liever niet zitten, dan ga ik toch liever voor. En bovendien, als jij dus op een knopje drukt, gaan ze allemaal die kant op waarvan jij wil dat ze naartoe gaan. Ja, natuurlijk, want jij bent de baas. Jij bent perfect. Ja. In de ogen van die dieren bestaan dan weliswaar niet. Dat is alleen maar virtuele bliepjes. Maar hoe het schijnt, ben jij de baas. Nou, en dan kon je bij iemand op bezoek. Dat is nog niet meer, want ik heb ook geen aquarium. Maar stel, hier in Arnhem met iedereen een aquarium. En je komt bij iemand op bezoek en die heeft een echt aquarium. Vind je dat meer het bekijken waard dan het digitale aquarium van drie straten verderop? Waar een man heel handig piano kan spelen en dan vliegen die visjes alle kanten op. En dan druk je op een knopje, eten geven en ja... Misschien heb je zelfs wel virtuele stront in zo'n virtueel aquarium. Nou, naar welk aquarium kan jij een half uurtje kijken? Oh, dat moet ik even uitleggen. Er bestaat een digitaal aquarium. Ja, en dat is eigenlijk zo groot als de zee. Dat is op het internet. En dat is zeg maar gewoon een oceaanomgeving met digitale vissen, digitale octopussen, digitale. En die hebben ook interacties met elkaar, zoals dat ook in de werkelijke natuur is. Mm-hmm. En dat op zich is. Dus even dan terug naar de point. Je bent op bezoek bij een buurman en die heeft dus zo'n digitaal aquarium. Met de hele oceaan erin. Daar wil je naartoe. Nou. Uiteindelijk zeg ik van, ik vind het kijken naar een echt aquarium, dat is een beleving. Tenminste als het een mooi aquarium is. Mm-hmm. En hoe je het ook bent of keert, dingen in de natuur, in de echte natuur, zijn altijd of mooier of lelijker dan digitaal. Ja, precies. Bewust ook zeg ik dat het mooier en lelijker is dan een digitale wereld. Want in een digitale wereld ziet het er ofwel te opgepoetst uit. Of het is zo lelijk dat... het blijft altijd een beetje kunstmatig. Ja, artificieel. En dat wordt ook wel beter en beter en beter. En het wordt steeds realistischer. Mm. Maar ik denk dat we echt de echte realiteit... In die zin nooit zullen kunnen evenaren op digitaal gebied. Terug naar het punt. Maar heb ik je vraag? Ja, precies. Je hebt gezegd. Want dat was voor mij ook. Ik kwam dus heel vaak met mijn grootouders. Die woonden een stukje lopen en dan was ik daar. En dan ging ik gewoon echt op mijn knieën zitten of op een poef. En dan kon ik rustig een half uur of drie kwartier kijken naar het aquarium. Allemaal die visjes. En mijn opa had er ook slakken in. Die aten de algen op. Dus dat scheelt weer een hoop werk. Ja, dat scheelt weer werk. Maar dan kon je ook dat mondje zien van die slak. En dat waren gewoon... Ja, die slakken die gingen echt naar boven. En die zogen zich helemaal vol met zuurstof. En dan gingen ze omlaag. En dan, ja, dan wilde ik wel eens weten van hoe lang duurt het voordat die slak weer adem moest halen. En dan had je van die grondvisjes. En dan van die guppies. En het dingetjes, zwarte visjes, gekleurde visjes. En dan waterplanten. En dan gingen die visjes achter zo'n waterplant zitten. En dan kwamen ze weer tevoorschijn. Dus ik kon er uren naar kijken. Ja. En daarom, dus naar mijn punt terug, van jouw opmerking over de schepping. Het was voor God niet interessant geweest om een digitaal universum te maken. Waarin hij kan kijken hoe zijn eigen programma, wat moet hij dan ook schrijven? Hij moet zelf helemaal programmeren. En dan gaat hij zelf op die knoppen drukken. En dan gaan alle mensen naar links en alle mensen naar rechts. En dan zegt hij etenstijd, alle mensen gaan eten. Dan zegt hij, en seks hebben voor het nageslacht. Ja, daar ben je zo verveeld mee. Nou, waarom zijn er dan zoveel programmeurs en mensen bezig om precies hetzelfde te doen op de computer? En sommige mensen hebben ook echt dat idee... Dat God een programmeur is die de werkelijkheid heeft geprogrammeerd. Met daarbij ook nog eens een keertje de hele geschiedenis die wij nooit hebben meegemaakt.
Kijk, als je een... Even terug naar het voorbeeld. Als je een aquarium maakt met echte vissen... Dan heb je ook al die shitzooi. En dan wordt er af en toe wordt er gewoon een guppy gegrepen door een andere vis. Want ja, vissen eten elkaar ook op, hoor. Ja, nee, dat is goed is wel, ja. Want anders... Er is een experiment bekend. Dat heet Muistopia. Uh-huh. Of in het Engels Muistopia. Uh-huh. En dan hebben ze een experiment. En dan bouwen ze een kubus. Uh-huh. Hebben ze gebouwd voor muizen. Met daarin voldoende woningruimte. Ze krijgen genoeg te eten. Hun mest wordt afgevoerd. Ze hebben geen natuurlijke vijanden. Ze hebben alles is perfect voor. Uh-huh. En blijkt dat een aantal generaties dan... En ze hebben er 8 muizen ingezet. Uh-huh. Blijkt dat er een aantal generaties groeit dat als kool. Uh-huh. Als gekken zelfs. Uh-huh. Maar ze komen nooit tot het maximum wat in dat experiment gebruikt kan worden. Maar op een gegeven moment zie je dat dat dus omkeert. En dat die groei langzaam naar een teruggang leidt in geboortes. Totdat het uiteindelijk de hele kolonie is uitgestorven. En dan denk je van, dan leef je in het paradijs. Mm-hmm. En uiteindelijk, ja, heeft dat als consequentie dat de hele bevolking uitsterft. Ja, klopt. En dat geloof ik direct. En niet omdat er ooit overbevolking was, of dat er ooit, maar door de geschiedenis heen veranderen die muizen qua gedrag. Waardoor er dus steeds minder geneukt wordt. Sorry, dat soort woorden mag ik niet meer gebruiken. Mm. Waardoor er dus steeds minder voortgeplant wordt. Ja. En dat resulteert dus uiteindelijk tot dat ze dus allemaal doodgaan. Ja, klopt. En dat komt volgens mij ook omdat ze geen uitdagingen meer hebben. Mm. Stoppen ze met evolueren. En daarom is evolutie ook zo belangrijk. En ook het feit dat je bedreigd wordt door, ik noem maar wat, roofdieren. Hè, en dan zeggen we wel eens van, ja, maar wij mensen hebben toch geen natuurlijke vijanden. Helaas hebben we 1 natuurlijke vijand. En dat zijn wij zelf. Ja, dat is terug naar het verhaal van, het is een oude, dat noemen ze dan een paradox. Van als God almachtig was, dan had hij toch, daar hadden we allemaal, daar leefden we toch in het paradijs. En ik zeg je dat in de Bijbel staat dat God ons heeft geschapen naar zijn evenbeeld. En hij heeft ons daarmee een vrije wil gegeven. Dus nee, hij heeft geen joystick waarmee hij automatisch jou kan sturen. Ik denk, ik leef er gewoon op los, want dat is de wil van God. Hier naartoe, daar naartoe. Fornicaten, ontucht plegen, maakt niet uit. Je kind af en toe een keertje slaan, want jij bent ook emotioneel. Dat is allemaal de wil van God. Nee, natuurlijk niet. Zijn er zat die het zou zeggen, hoor? Ja, maar ik zeg je dat ik niet behoor tot die zatte. Oh nee, dat weet ik. Maar er zijn er genoeg die de filosofie, die hun kinderen slaan. Met de filosofie van, God straft jou door mijn hand. Ik noem dat maar als 1 voorbeeld. Hoe zit het met ontucht plegen dan? Hoe ga je dat verantwoorden? Nou, ik zou dat verantwoorden naar gewoon dat we... sorry, ik moet even nadenken. Ja? Hoe ga ik dat verwoorden? Dat we in een maatschappij leven als sociale wezens. En dat we als sociale wezens een bepaald convenant met elkaar hebben. En dat convenant is van, en dat weet je, dat staat ook in de Bijbel. Hè, wat gij niet wilt wat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Maar dat is feitelijk het hele convenant. En weet je, daar zitten die andere morele dingen en die rare wetten van Mozes. Dat je dus geen linnen en wol tegelijkertijd mag dragen. En dat soort wetten. Dan denk ik van ja... Waarom niet? Dat is precies waar waarom Christus Jezus is gekomen. Want hij heeft nooit iets gezegd
over voeding. Behalve dat hij iets had met het drinken van bloed, of het consumeren van bloed. Daar had hij een probleem mee. Nee, daar had hij geen probleem mee. Of een van zijn volgelingen. Hè? Dat is de, daadwerkelijk gezegd. Van, en het andere is over eten. Want je eet dat wat dood is. Geen levende wezens eten. Dat doe je niet. Je gaat niet van een koe een stuk afsnijden en het rauw in je mond stoppen en die koe laten. Dat doe je niet. Eerst moet het dood zijn. Ook met een plant. Je eet geen levende planten. Nou, sla is nog niet dood als je het opeet. Ja, precies. Daar zit echt de grens. Daar zit totaal de grens. Ja, dus ja, dat, maar ja, goed. Dan nog, maar voor de rest is, van Christus Jezus komen geen voedselwetten. Dat is gewoon niet waar. Daar heeft hij het helemaal niet over. Hij zegt eerder, van ja, al die wetten zijn zo leuk, maar wat, hoe moet je ze toepassen? Hij was nog een keer op een sabbat, dus zat hij ergens een lezing te houden of was aan het wandelen. En ze liepen langs een graanveld en hij nam een aren en hij begon dat ding te pellen en hij stopte dat zaadje in zijn mond. En toen kwam er een priester langs en die zei, hey, je bent aan het maaien, je bent aan het dorsen. Ja. En Christus Jezus zei van, man, waar heb je het over? Ik doe er helemaal niks, jongen. Nee, maar het is Sabbat. Ja. En ik pluk een aar en ik dors hem en ik pel hem af en ik stop het in mijn mond. Nou, één, oh. Ja, waar haal je het vandaan, zei Christus Jezus. Ja, nou, dat heeft hij dan in ieder geval wel gezien. Omdat dat, maar ik ken ook weer genoeg christenen die doen dus precies wat die man ook doet. En die zeggen van, nee, op zondag mag je alleen maar naar de kerk en weer terug. Mm-hmm. En voor de rest van de tijd mag je alleen maar bidden op de zondag. Wat niet eens een sabbat is, want sabbat is een zaterdag. Klopt. Maar dan mag je dus alleen maar naar de kerk en terug. En voor de rest zal je ook helemaal... Je vrouw mag geen eten koken. Ze mag het niet eens opwarmen. Jij mag het ook niet opwarmen. Je kinderen mogen eigenlijk ook niet spelen. Hè? Want dat moet je ze ook bijbrengen. Dat ze op zondag alleen maar naar de kerk mogen. Hè? Je mag geen boodschappen doen op de zondag. Je mag... en dat zijn gewoon christenen die dat zeggen. Ik vind dat zo belachelijk. Ja. Ik vind het sowieso belachelijk. En daar hebben dus weer meerdere religies hebben daar een handje van. Mm-hmm. He, dat zij, als die mensen volgens hun die wetten willen leven, mm-hmm. heb ik daar totaal geen bezwaar tegen. Ja, als ze mij er tenminste mee met rust laten, dan heb ik daar echt geen bezwaar tegen dat ze volgens die wetten willen leven. Ik bedoel, dat moeten ze zelf weten. Uh-huh. Alleen zodra ze gaan zeggen van, ja, maar jij moet ook zo naar die wet leven. Dan krijg je bij mij een ho-ho. Oh. Weet je, daar heb ik helemaal geen zin in. En wie denk jij wel dat je wel niet dat je bent, dat je mij dat kunt opleggen? Ik heb een anekdote voor jou. Van een man en die was katholiek opgevoed. En die ging op een gegeven moment vragen stellen bij de... jij weet hoe dat heet. Daar moet je op, niet op eucharistieles, maar op... Zondagsschool? Nee, zoiets, dat heeft een ander woord. Nou, in ieder geval, dan moest je in een zaaltje komen en er was dan een leraar en die zei van, zo moet het, dit is dat, dat is zo. Oh, catechese. Catechese, ja. Ja, maar dat is in feite gewoon zondagsschool. Mm-hmm. Daar zit geen verschil tussen, alleen... Ja. Catechese is de zondagsschool van de katholieken. Ja. Nou, en die jongen, of man, is hij inmiddels, hij is denk ik mijn leeftijd, of iets ouder. En die ging die leraar vragen stellen op basis van bijbelteksten. Want je zegt wel dit, maar in Matthäus 6 vers 2 staat dat. Waarop die leraar zei, was een priester, een katholieke priester. Die zei, wat? Laat zien dan. Nou, hij pakt gewoon zijn bijbel erbij. Van kijk, hier staat het. Hier staat het. Oh, zei die priester. Ja, nou, daar heb ik geen antwoord op. Nou. Dus hij stelt een vraag, je krijgt geen antwoord. Had hij er nog twee vragen? En toen op een dag, toen was het, de catechese was afgelopen. En toen legde die priester, die legde heel vriendelijk een arm om zijn schouder.
En die zei, het is denk ik beter dat je niet meer terugkomt. Ja, als je dus kritische vragen gaat stellen. Als je vragen stelt op basis van de Bijbel. Als je kritische vragen gaat stellen, dat is bij elke religie zo, dan is het maar buiten dat je niet terugkomt. Of je moet je vragen inslikken. Want... Nou, hij vroeg alleen maar, hoe kan je nou Matthäus 6 vers huppeltje pup verenigen met lalalala. Ja, leg dat uit. Hier in de Bijbel staat dit. Jij zegt iets anders. Hoe moet ik dat nou verenigen? Of ben je van een instantie die zegt, ja, de Bijbel is voor een deel gevuld met hondenpoep. En dat doen we gewoon niet aan. Maar dan moet je wel zeggen welke stukjes dat zijn. Daar moeten die katholieken dan ook eerlijk over zijn. Maar we doen de hele Bijbel behalve Matthäus 6. Nee, maar ho, dat is dus elke conglomeratie van christenen, elke kerk, elke secte, elke... die hebben allemaal een stukje in dat boek staan waarbij hun gelijk bevestigd wordt. Je kunt altijd wel iets vinden in de Bijbel wat jouw gelijk bevestigt. Dat is niet moeilijk. Ja, je moet hem wel lezen. Hè, en, maar de meeste mensen, die plukken er toch gewoon maar dingetjes uit. En babbelen soms ook gewoon maar dingen na die een dominee vertelt. Hè, en zonder dat ze dat zelf verifiëren. Van, nou, hier staat het dan hoor. Kijk maar, hier staat het. Daar heeft de dominee helemaal gelijk in. Wat hij in zijn preek heeft gezegd. Want hier staat het. Mm-hmm. Maar dat is dan ook weer gewoon van, ja, wat die dominee dan weer uit die Bijbel wil halen. Ja. Of die katholieke priester, want die doet precies hetzelfde. Die houdt ook een preek. Die drinkt daarna wel eet daarna een stukje brood en drinkt een slokje wijn. En hij laat zichzelf vader noemen. Oh, dat weet ik niet. Ja. Ik heb over vader Mariachi Martin of zo. Dat is gewoon dat is allemaal vaders. Ja, oké. Okay. Als je bij de Tweede Vaticaans Concilie is de biecht dan afgeschaft. Maar als je de biecht deed, dan moest je zeggen, vergeef mij vader, want ik heb gezondigd. Ja, ja, maar in een protestante situatie zou dat misschien zijn van, ja, de dominee is onze herder, weet je wel. Ik bedoel, dat is spelen met termen. Hè? Het gaat erom, dat dat is in religie gewoon overal manifest. En het gaat erom dat er een bepaalde hiërarchie bestaat. Christus Jezus zegt, noem niemand op deze wereld je vader. Christus Jezus is een metafysisch, religieus, onderbouwd. Het was namelijk God zelf. En die zei, wees anarchist. Dus als je in het Oude Testament er goed op nakijkt, toen het volk Israëls begon met het concept koning, dat er een profeet was, die heette Samuel, en die zei tegen het volk van, niet doen. Je hebt maar één koning, en dat is God. Je hebt ze 10 geboden, en daar hou je je maar aan. En voor de rest heb je helemaal niemand nodig. En het volk Israëls, ja, maar we willen het toch. Nou, daar werd Saul. Dat is een drama geworden, jongen. Ja, en toen kreeg je David en dat was een succes. Nou, want die ging de buurvrouw wippen. Ja, maar desondanks... Hij heeft wel de eerste man laten ombrengen. Ja, dat deed hij heel netjes. Ja. Ah, echt. Van, hij mocht niet met een getrouwde vrouw iets doen. Dus die man moest dood. Dat is dan ook weer zo'n consequentie, hè? Nou, David kreeg bezoek van een profeet. Ik weet niet of dat Samuel ook was. Maar die profeet die hield een heel mooi verhaal. Want die zei, in jouw rijk is er iemand. En die heeft al 100 schapen. Maar dat vond hij niet genoeg. En toen heeft hij een schaap gestolen van zijn buurman. Ja. Terwijl die buurman, die had maar 1 schaap. En David die ontstak in grote woede en die zei, nou, dan weet ik het al, die man die wordt geëxecuteerd. Waar woont hij en hoe heet hij? Ik laat hem oppakken en dood is hij, voordat de ochtend weer gaat schijnen. Waarop die profeet tegen hem zei, ik had het over jou, klootzak. En toen ging David de volgende dag dood, of niet? Want dat David liep het niet goed. Hij werd hem toen wel duidelijk dat hij... Hij zat in een fijne positie, het was allemaal goed gegaan, hij was de leeuwendoder.
En, maar dat soort dingen doen we niet. Dat was Samson toch, de leeuwendoder? Nee, dat was David. David die was een... ja, hij heeft Goliath toch gedood met zijn slinger? Ja, hij heeft Goliath gedood. Ja, maar dat kon, hij had geoefend op leven. Oh. Dus, je had toen zo'n serie toen ik klein was. Je heette Thierry de Slingeraar. Dat refereert aan, ik ken het, Frans. Ja. Dus, dat refereert aan David. Er zijn een heleboel verhalen over fictieve figuren die refereren aan David. En ik bedoel, ik zal ook zeker nooit zeggen dat ik de Bijbel als literair werk zal onderschatten. Hmm. Ik bedoel, dit is, hoewel het misschien niet erg coherent geschreven is, maar dat krijg je met zoveel schrijvers in verschillende periodes. Hè. Het is eigenlijk is het geen boek, maar het is een bibliotheek van verschillende boeken. Uh-huh. Hè, en ik ben eventjes kwijt. Het ding wat ik. Ga maar even zoeken naar je woord en zal ik even mijn punt verduidelijken. Toen kwam er nog een derde koning, die heette Salomo. Dat was dan de wijze. Nou, daarmee liep het ook helemaal niet goed af. Terwijl, aan het begin van het verhaal, had Samuel al tegen het volk Israëls gezegd. Je moet je laten leiden door de enige die de leider is. En niet door een koning. Want dan ga je jezelf onderschikken aan een of andere wereldse, profane, temporele macht. Dat is een heel slecht idee. En het volk Israëls was super eigenwijs en zei dan, ja, want hij mopper de mopper. Dus zijn ze aan het hele avontuur begonnen. En wat heeft het opgeleverd? Een hoop tempeliers. En een katholieke kerk. En een protestante kerk. En een protestante kerk. Ja. En de islam. Ja. En al die andere geloven. Ja. Wat eigenlijk alleen maar is. Ja, om ervoor te zorgen. Ja, dat je een coherente groep hebt. Die met de neuzen dezelfde kant op staan. Maar dat zal toch wel moeten. En, ja. wat we nodig hebben is een consensus. Ja, dat is wat we nodig hebben. Maar dat is wat er tussen de religies nooit zal gebeuren. Omdat die meeste religies allemaal geïnterpreteerd worden door individuen. Die interpreteren ze allemaal anders. Dus de ene zal zeggen van ik wil de wet dat er dit in de wet komt te staan. En de ander zal zeggen ik wil dit in de wet komt te staan. Ja. En ik zeg je, religie is geen democratie hoor. Ik zeg je dat er maar één variant is van anarchie. Heb jij ooit gehoord van twee anarchistische groepen die zeiden van ja, jullie wetten zijn onze wetten niet? Die vind ik wel leuk, dat twee anarchistische groepen naar elkaar roepen. Dus twee organisaties die geen wetten hebben. Ja, precies. Dat die elkaar de wet gaan lezen, weet je wel. Dat vind ik wel een grappig punt, ja. Maar iedere anarchist die blijft met zijn tengels van andere mensen af. Een beetje anarchist houdt zich gewoon aan de 10 geboden. En misschien zonder Bijbel, maar als je anarchist genoemd wil worden, dan hou je je gewoon aan de 10 geboden. Als anarchist ga je niet naar de boeddhistische kerk of zo. Of de Hindoestaanse kerk, kom op man. Misschien als sightseeing. Ja, omdat die de religies hebben. Ze de religies weer meegeven. Mm. Hè, dat ze wel mooie dingen hebben gemaakt. Nou, het is wat je mooi vindt. Nou ja, religie en kunst hebben toch best wel ook wel veel met elkaar te maken. Ik wil niet per se zeggen dat religie de motor is van de kunst, maar het is een motor van de kunst. Nou, daar kunnen we een andere keer wel over hebben. Zullen we even vers 18 pakken? Nu mag jij voorlezen. Wil je beginnen met Nederlands of met Engels? Ik heb hem nu in het Engels voor me. Ja, doe maar jij Engels. Maar ik heb er een bladwijzer ook in het Nederlands in zitten. Maar misschien moeten we eerst eens met Engels beginnen. Ga jij met Engels doen? For verily, I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Dit is voor mij een beetje een verwarrende tekst, dus ik ga hem toch in het Nederlands lezen. Uh-huh. Pak hem maar bij. Ja, want dan vind ik de Nederlandse toch wat makkelijker. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet.
eer alles zal zijn geschied. Ik ga even controleren. Bij mij is het precies hetzelfde. Ja. Mooi, hè? En de vraag is alleen, hè, want in 17 staat, ja, dat Jezus er niet is om de profeten en om de Torah te vernietigen, maar om hem te vervullen. Oké. Hij zegt ook, en zegt dat nadrukkelijk, dat geen jota van die wet zal veranderen. Totdat alles vervuld zou zijn. Ja. Oké. Maar wat is dan die vervulling van dat alles? Nou. Is dat nadat hij, zeg maar, gekruisigd is, ten hemel is opgestegen en dat de Heilige Geest is neergedaald? Ja? Mm-hmm. Is dan alles vervuld? Of is het pas vervuld als de hele wereld vergaan is? Nou, laten we dit op. Ik ga hier geen antwoord op geven. Want ik heb er te weinig kennis voor. Nou, dat vind ik een. ik kan er trouwens ook geen antwoord op geven. Maar dat is dus. Oh, dat zijn dus die dingetjes. Die in de Bijbel gewoon aan interpretatie worden overgelaten. Aha. En ja. Ik denk dat. Ja, Jurk Liesman gaat deze uitzending luisteren, dat weet ik zeker. Huh? En dit is gewoon een vraag aan hem. Mm-hmm. Ja, hij weet gewoon meer van de Bijbel dan jij en ik. Klaar. Nou, ja. Hij moest er ook wel om lachen van, jeetje man, toen jij de Bijbel voor het eerst las, toen was ik nog niet eens geboren. En dan ga ik jou vertellen wat erin staat. Ja, shit happens. Nee, maar dat kan zijn. Kijk, ik vind het een boek, hè, wat ik gelezen moet hebben. Absoluut. Maar dit is niet een boek waarvan ik zeg van, daar wil ik op elke letter die erin staat mijn vinger op kunnen leggen. Hè, mijn zwerende vinger op kunnen leggen. Ik begrijp hem. Gaan we 19 pakken? 19. Ja, zal ik nou even kijken, maar wel eerlijk doen. Ik doe het eerste stukje en dan jij het laatste stukje. Huh? Eerst op zijn Engels. Whosoever therefore shall break one of these last commandments. Least commandments. Least commandments. And shall teach men so, he shall be called the last in the kingdom of heaven. The least. Least. Naast het Nederlands. Ja. Ja, pak ik hem er even bij. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. En jij mag verder. In het Nederlands of in het Engels? Kies maar wat je wil. Nou, allebei. Nou, voor de continuïteit is het beter als ik het gewoon in het Nederlands doe. Ja, is goed. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Ja. Daarmee zegt hij dus toch van dat wat in het Oude Testament staat. Het is niet zo dat je dan meteen hel en verdoemenis krijgt. Hè, als je je niet zou houden aan het Oude Testament. Mm-hmm. Maar je zult wel als minste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. He, dus je komt wel in de hemel. Dat staat hier. But whosoever shall do and teach them. Ja, oké. Same shall be called great in the kingdom of heaven. Ja, precies. Kijk, dus als jij, laat ik het zo zeggen. Als jij een vrouw bent en je hebt op een gegeven moment een man aan de haak geslagen. Je hebt ze halve bezit afgepikt, je hebt ze kind aan het hangen gemaakt. En als je in de spiegel kijkt, dan zie je dat je steeds meer make-up nodig hebt. En uiteindelijk zit je in het bejaardentehuis te wachten op de luierverschoning.
Ja, hoe ga je dan dood? Natuurlijk ga je dood. Ja, okay. Maar hoe ga je dan dood? Nou, hoe kom je de hemel binnen? Ja, geweeklagend, tandengeknars. Ja, nee, maar dit gaat van hoe kom je de hemel binnen? Als je dus zegt, het Oude Testament telt niet, het Nieuwe Testament wel, dan kom je, zeg maar, sorry dat ik het woord gebruik, maar dan kom je als nigger in de hemel. En dan bedoel ik niet nigger zwarte, maar dan bedoel ik nigger, de onderdrukte, de least, de minste. Je wordt veracht in de hemel. Ja, dat is wel, en diegenen die zich dus wel aan de wet houden en de mensen leert wat die wet is, die komen, dat zijn de grote, dat zijn dan de machtigen in de hemel. Dus in de hemel heb je dan ook alweer een soort hiërarchie. Ja, maar het is toch ook zo, of je nou, jij stamt af van de moleculen, hè? Nee, daar stam ik niet van af. Daar besta ik uit. Ja, maar eerst had je moleculen, toch? Ja, maar, die zijn er nog steeds. Ja, maar... Nee, ik stam af van de apen. Ja, maar de apen stammen af van de... Ja, uiteindelijk stam je af van de eencellige. En, precies. Ja, en die stammen je af... Ja, uiteindelijk stam je af van de moleculen. Nee, ik barst van de moleculen. Nee, maar ja, natuurlijk, want je stamt er vanaf. Nee, dat is dat is de theorie van Richard Dawkins. Die zegt, er zijn alleen maar moleculen en die willen er graag zijn en die willen heel graag samen zijn. En die hebben dan een of ander schilletje nodig en jij moet gewoon leuke dingen gaan doen voor jouw moleculen. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik er vanaf sta. Want ze hebben jou gemaakt namelijk. Nee, maar het gekke is, ja. Ze hebben mij, ik besta uit. Ja, maar eerst had je moleculen. Nee, maar kijk, je kunt wel zeggen van... een huis stamt af van de bakstenen. Ja, precies, klopt. Nee, dat is niet waar. Als je geen bakstenen had uitgevonden, had je nooit een huis kunnen bouwen. Nee, maar het huis stamt af van de bouwvakkers. Die dat huis gebouwd hebben. Niet de bakstenen. Ja, maar als die bouwvakkers geen bakstenen hadden, dan... Nee, dan hadden ze geen huis kunnen maar bouwen. Maar in ieder geval, temporeel gezien, heel veel, ik weet nu hoe oud jij denkt dat de aarde was, maar... Je had, uiteindelijk, aan het begin had je alleen maar muzonen en buwonen. Ja, ben je van de... Ja, even, dat waren die primaire deeltjes, hè? Nee, ik ben niet van de bozonen. Jij bent van de bozonen af. Jij stamt van de bozonen af. Ja, eigenlijk misschien meer van de boezonen, maar... Ja, precies. Ja. Ja. Oké, dan weten we dat allemaal. Nou, mensen, Marco stamt af van de bozonen. Nee, ik stam daar niet vanaf. Ja, je moet er ergens van afstammen. Ja, maar afstammen betekent dat... Ik stam af van mijn familie. Maar ik heb het over miljoenen jaren geleden. Want jouw familie heeft toch een hele lange lijn? Ja, nee, maar dat zijn twee totaal verschillende dingen. Als je het hebt over levende wezens of dode materie, zijn twee verschillende dingen. Volgens Darwin niet, hoor. Oh, toch wel. Alleen... Dawkins al helemaal niet. Ja, je kunt bijvoorbeeld wel, zou je kunnen zeggen, dat het leven... Ja, nee, ook, je kunt ook weer niet zeggen afstammen, want afstammen kun je pas zeggen als iets leeft. En dan kun je misschien zeggen dat wij afstammen van de eencellige wezens. Maar daarvoor houdt het op. En waar komen die eencellige wezens dan vandaan? Ja, dat is een natuurkundig proces, of niet een protobiologisch proces. Oftewel iets wat voor biologie gebeurde. Ik zou je zeggen, er is geen wetenschapper die zal zeggen dat hij weet hoe dat in elkaar zit. En als iemand dat uitvindt, hoe dat in elkaar zit, nou dan krijgt hij wel 3 Nobelprijzen tegelijkertijd. Want dan heeft hij de Nobelprijs voor chemie, voor biologie en voor natuurkunde. Want hij heeft ineens kunnen zeggen van ja, zo is het leven ontstaan. Maar dat is iets... En jij hebt er alle vertrouwen in. Oké, ik ga verder. Jij hebt er alle vertrouwen en geloof in dat binnenkort bewezen gaat worden. Het zou best kunnen zijn dat het nooit bewezen wordt. Ik weet niet of ik daar vertrouwen in moet hebben, maar het is in ieder geval tot nog toe niet bewezen. Het is wel iets waar jij in gelooft. Dat het leven is ontstaan, ja, ik moet wel. Want ik ben dat, dus het leven moet wel bestaan. Nee,
Of alles is een illusie, dat kan ook, hè, zoals de Hindoes zeggen. Ja, je weet het niet. Ken je die mop van die Hindoestaan? En die kwam thuis van zijn werk en die vond zijn vrouw in bed met de buurman. En die dacht, ach, alles is een illusie. En toen heeft die vrouw hele lekkere curry voor hem gemaakt en dat was een hele gelukkige man. En ja, 's avonds seks met haar en dat vond hij zo lekker. Oh, ben je lekker ingesmeerd vanmiddag. Want alles is een illusie. Ja, dat is toch helemaal niet waar, man. Alles is helemaal geen illusie. Nee, het is zeker geen illusie. Want alles wat je doet, heeft consequenties. En ja, op zich... je kunt altijd verdedigen dat iets een illusie is. Ook al is het de waarheid. En in feite is het zo. Want als je gaat kijken naar het allergrootste en het allerkleinste... En dan de tussenwereld waar wij in zitten. Mm-hmm. Want we zitten tussen die twee werelden. En die fenomenen, die galactische fenomenen, maar ook die absoluut quantum fenomenen, daar zitten we gewoon tussen. Wij kijken naar een steen die in een vijver gegooid wordt. En we zien water rimpelen. Ja, in hoeverre... Ja, is dat waarheid? Ben ik die waarheid? Is de steen de waarheid? Is het water de waarheid? Wie heeft die steen erin gegooid? Ja, dat was ik. Want mijn vraag was, ik gooi een steen in het water. Oké, nee, ik dacht, er is een steen in het water gegooid. Nee, ik zeg niet van, ik gooi, of God gooit een steen in het water. Maar als ik hem nou niet gegooid zou hebben en er viel een steen in het water. En er zijn filosofische vragen op. Hè, van als er nou geen mens is om een boom te zien. In een groot bos. Bestaat die boom dan? Dat is een van de argumenten. Die mensen die zeggen dat ons bestaan één grote illusie is. Maar ook die mensen die zeggen dat ons bestaan... Sorry. Ik weet trouwens het antwoord op die vraag, want het is een even voor de kijkeraars. Dit is inderdaad een hele fameuze opmerking. Als iets niet gezien wordt, bestaat het wel. En dan in het voorbeeld... Dat komt ook in de kwantummechanica. Kijk, dat fenomeen ook, ja. Dit is ook een kwantummechanisch fenomeen, ja. Waardoor dat... Die vergelijking van dat bos te bedden komt. Want het gaat over de staat van deeltjes, golf, dat soort dingetjes. I know. Maar ik weet het antwoord op dit raadsel. Huh? Het zal, dus de vraag is dan, er staat een boom in het bos en je ziet hem niet. Niemand heeft hem ooit gezien, niemand gaat hem zien. Huh? Huh? Bestaat die boom wel? Nou, het antwoord is, het zal die boom een ruk interesseren. Als je hem maar met rust laat. Ja, en bovendien, en dat zeg ik ook wel eens over van, ja, en dan ga ik heel snel over religie heen, van, ja, God bestaat. Ik heb atheïsten die werden kwaad als ik dat zei. Ja, God bestaat. Hij bestaat zonder meer. En ze werden boos, totdat ik zei van, in de hoofden van mensen. En toen was het van, oh, dus dat bedoel je. Dus zelfs het feit dat die meneer het over die boom heeft gehad, betekent dat die bestaat. Ook al is het alleen maar theoretisch. Nou, laat ik jou zeggen. In die parabel. Die, hoe moet je dat zeggen? Woordvergelijking? Nee, waar ik het over had met het aquarium. Hè? Ja? Dat aquarium, dat is het universum. Die vissen, dat zijn wij. En wij zijn niet digitaal met de god op de knopjes drukt. Nee, wij hebben een vrije wil. Nou, dat is ook nog iets waar en ik er is er een vis in het aquarium. En die heeft niet in de gaten dat er een aquariumhouder is. Hè? Een stoute vis. En die denkt, ah, ik naar de snackbar. En blablabla. En die vis gaat dood. Ja, dan denkt de aquariumhouder iets van K. Hè?
kut, kloten, kleren. Hey, fuck man. Maar die schept die dode vis eruit. En weet je wat? Ga ik lekker een nieuwe vis kopen. Die gaat lekker naar de viswinkel toe. Waar ze allemaal die aquariumvissen verkopen. En denk ik, ja, ik had toch wel zin in neon tetra's. Ja, een nieuwe neon tetra erbij. En dan ja, maar hopen dat die neon tetra het wel leuk doet. En dat hij dus, dat God aan het einde van zijn dag, dan gaat hij even kijken naar de wereld. Een dag van rust. En dan gaat hij lekker allemaal zwemmen. Dat is wat ik bedoel met hoe God naar ons kijkt. En of jij naar God kijkt, dat interesseert hem echt helemaal niks. Als jij stout wil zijn, je wil gekke dingen doen. Sterker nog, hij kan het nog leuk vinden ook. Maar dan moet je wel niet zo. Je moet niet doodgaan, hè? Niet voor niks doodgaan. Perry, mag ik nou even? Ja, want ik bedoel, nu kom je in een staat dat je dingen gaat zeggen en in alle rust. Oh, ik stotterde. Ja, precies. Ja? Dankjewel voor de terechtwijzing. Ja, in alle rust, ja. Iemand die een aquarium heeft, ja. En die vissen, die zijn zich misschien niet bewust van het feit dat zij een aquariumhouder hebben. Maar die aquariumhouder, als er een vis doodgaat en hij gaat een nieuwe halen, dan moet hij toch eventjes naar de visboer. Of in ieder geval naar de dierenwinkel. Of ja, dan aquarium. Gaat hij een beetje mank, ja. Ja, ja, en dan is dat dus. Ja, nee. Dat is dus eigenlijk, als je dus de vergelijking maakt van. Dat het universum een aquarium is. Ja, klopt. Heb je wat te pakken? Oké, ik ga op de grond liggen en ik doe mijn. Doe maar niet. En maak ook geen standbeelden van mij. Dat is ook nog iets wat Boeddha ook gezegd heeft: van maak geen standbeelden van mij. Nee. Dus ik denk ook inderdaad dat Boeddha absoluut plezier heeft gehad aan het feit dat hij. In Afghanistan die Boeddha-beelden zijn vernietigd. Ja. Ik vind dat we hebben echt alles gehad, een beetje. 17 tot en met 19. Ja. Nou, we zijn er niet helemaal uit, maar dat is altijd wel goed. Want dat is ook bij ieder wetenschappelijk onderzoek. Maar misschien bij de conclusie twee. Van. Die pakken we de volgende keer, want we zijn al een tijdje bezig. Oké, maar dan gaan we daarna wel. Misschien is 20 dan toch interessant. Gaan we volgende keer verder bij 20, ja? En ik moet zeggen, we zijn weer behoorlijk afgedwaald, zoals gewoonlijk. Maar is het wel goed, want deze bijbelteksten, dat is wat ik geloof, wat ik ook echt iedere keer meemaak. Als je echt ingaat op de inhoud, dan schieten je zoveel dingen uit je dagelijkse leven, of uit het nieuws, of de recente geschiedenis. Allerlei dingen komen tot je. De Bijbel leidt uit verleidt je door het maken van associaties, van het lijkt wel hierop en nu zit het daarmee. En dat is toch goed, want het is gewoon breintraining, zoals Sudoku of zo. Sudoku. Ja, nee, maar dat kun je in principe met elk boek doen. En ik vind dit boek nog niet eens het beste boek daarvoor. Het is maar een boek. Het is geschreven door een aantal schrijvers uit een bepaald volk. Ik bedoel, we kunnen ook de boeken van Josephus erbij halen. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Ja, die naam die ken ik. Ja. Ik weet er niet heel veel van. Josephus was een Joods historicus uit de tijd van Jezus Christus. Uh-huh. En hij heeft wel 19 verschillende christenen in zijn boeken staan. Oh nee, Jezusen in zijn boeken staan. Uh-huh. Maar geen ervan was de Nazareër. Maar misschien moeten we het eens over Nazareth hebben de volgende keer. Ik vind het goed. Hoe het dorpje Nazareth is ontstaan. Want in de tijd van Jezus bestond dat dorpje nog helemaal niet. Dat is de vrouw van een Romeins keizer, volgens mij. Hoe heet die? Constantinus? Of het zou Justinianus kunnen zijn. Maar die is dus naar Israël gegaan. Die heeft gezegd van, hier ligt het dorpje Nazareth. Aha. En toen is dat dorpje ontstaan. Ja. Dat is pas vele jaren later dan dat Jezus leefde. Oké. Hele mooi. Oké, maar nu even de afronding. Wil jij nog iets als laatste zeggen tegen de luisteraars, kijkeraars? En je blijft nog even hangen, maar dan rond ik de opname af. Nu even niet. Oké. Nou mensen, dit is een mooie, korte, snelle afronding. Ik heb er niet veel aan toe te voegen, want ik vind hem geweldig. We zijn elkaar nauwelijks niet in de reden gevallen. We hebben niet geschreeuwd. We zijn rustig gebleven. We leken wel. Marco dan meer boeddhistisch en dan ik meer christelijk. Maar dat kan dus kennelijk prima samen. Dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn Hamburgs zag ik tjus.
en dag lief.